Waarschijnlijk weten jullie wel dat het meest bekeken filmpje op YouTube alle tijden Baby Shark is. Met meer dan 14 miljard views. Bro, dat is echt insane veel. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Maar op dit moment heeft Brawl Stars een samenwerking met Baby Shark. Je hebt een achtergrond van Baby Shark, een muziekje van Baby Shark. Die heb ik wel uitgezet vanwege copyright, want anders wordt de video gecopyright. Dat is niet zo handig met deze samenwerking. Maar het is wel heel leuk en ze hebben op dit moment ook een spetterende Baby High uitdaging. Met allemaal gratis startups en aan het eind krijg je ook nog een nieuwe reactie. Wat natuurlijk ook erg leuk is meegenomen. En je hebt ook nog een speciale Shark skin van El Primo. Ik vind het niet de allermooiste skin, maar ik vind het wel gewoon een grappige skin. Dus ik ga hem gewoon kopen en dan gaan we met deze nieuwe El Primo skin, de nieuwe, hoe heet deze uitdaging ook alweer? Spetterende Baby High uitdaging doen. Dat klinkt echt niet. Spetterende Baby High uitdaging. Hoe dan ook, we gaan hem doen met de El Primo skin. En dan gaan we eens kijken of we met El Primo iedereen kunnen slopen. Daarna doe ik hem ook nog even op mijn free-to-play account. Want het is gewoon 6 potjes spelen, 6 stardrops en onbeperkt levens. Dus heel makkelijk. Dus dan kunnen we daar ook nog allemaal stardrops op openen. En aangezien ik op mijn free-to-play account mega veel geluk heb meestal, verwacht ik dat we dan ook wel iets goeds gaan krijgen uit die stardrops. Maar ja, dat zien we dan zo meteen wel. Eerst wil ik jullie vragen om een duimpje omhoog achter te laten. Zouden we de 3000 likes kunnen halen? Is veel, maar zou heel nice zijn als dat gaat lukken op deze uitdaging video. Want dat is al wel een tijdje geleden dat er een uitdaging was in Brawl Stars. Dat is zeker een tijd terug. De support wordt gewaardeerd. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik natuurlijk die code MOUSE in de shop als je iets koopt. Maar laten we maar beginnen. En ik zal eerst even mijn dagelijkse cadeaus claimen. Altijd chill meegenomen. En jullie zien het misschien al. Ik kom 3 edelstenen tekort om deze Baby High skin te kopen. Maar laat het zo zijn dat we natuurlijk laatst Melody hebben gekocht. Waardoor we nu nog wat krachtpunten en een reactie erbij krijgen. Maar ook nog 80 edelstenen. Waardoor ik wel weer voldoende edelstenen heb om die skin te kunnen kopen. Dus dan hoef ik nu niet meteen weer edelstenen erbij te halen. Dus dat scheelt op zich wel. Dan kunnen we deze skin nu kopen. En dan gaan we hier mooi een paar potjes mee doen. Wel trouwens balen. Ik had laatste video gemaakt dat ik echt weer vet veel skins had gekocht. En dat ik bijna alle skins had. Daarna zijn er gewoon weer 4 skins uitgekomen. Volgens mij 3 epische en 1 mythische. Ja, het gaat echt bizar snel qua skins. Dat slaat helemaal nergens op. Maar de El Primo skin is gekocht. Dus dat is mooi. Dan kunnen we die gaan selecteren. El Baby Shark. Ja, het ziet er wel grappig uit. En dan gaan we natuurlijk met deze knokker even een paar potjes winnen. Ik zal wel gooien. Dat is wel handig om natuurlijk te kunnen verdedigen. Snelle lopen is ook handig. Meer damage ook prima. En dat we snellere super krijgen is ook fijn. Dan gaan we op deze manier spelen. En dan gaan we eens kijken of we met El Primo Shark of El Baby Shark iedereen kunnen gaan slopen. Zou nice zijn. Oh, trouwens. Ik heb helemaal niet gekeken naar de map. Maar dit wordt wel een stuk moeilijker. No way. Oké, we hebben zo'n open map. En dat is wel balen. Want dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om met El Primo een paar hits te doen. Want we moeten tegen allemaal afstandsknokkers. Hoe ga ik dit ooit doen? Ik ga hier sowieso dood. Dat kan niet anders. Het voordeel is wel dat ik natuurlijk mijn super kan laden op een moment. Oh, die poepspike. Die is trouwens ook wel geniaal, die super. Maar ik krijg natuurlijk wel langzamerhand mijn super op een moment dat ik dan wat damage tegen krijg. Oké, mijn teamgenoten die doen dit helemaal slecht. Oké, ik heb nu mijn super. Ik denk alleen niet dat we dit mee gaan winnen. Oké, dit gaat mega moeilijk worden, denk ik, om hier een paar potjes te winnen met El Primo. Want ik ben ook totaal afhankelijk van mijn teamgenoten. Want als die niet goed spelen, dan heb ik helemaal geen schijn van kans. En ik moet natuurlijk naar de tegenstanders toe lopen. Wat best wel moeilijk is in zo'n grote map die helemaal open is. Nou, oké, we zien het wel. We gaan gewoon met El Primo Shark elk potje spelen. Ik zal trouwens wel even een timer aanzetten. Dan gaan we eens kijken hoe lang we bezig zijn op mijn hoofdaccount. Nu ik elk potje, zeg maar, El Primo ben. En dan op mijn free-to-play account ga ik zo meteen wel goede knokkers wezen. En dan gaan we eens kijken hoe lang we dan bezig zijn. Oké, maar ik heb nu wel mijn super, dus dat is fijn. En dan kan ik hier misschien nu kills maken. Ja, oké, ik zal hier even gaan wachten. Dan moeten we eigenlijk een treintje maken hier. Paas maar. Paas dan, jongen. Ja, waarom nu pas? Ja, daar heb ik dan toch niks aan. Oké, dit is baal. Ik kan hier even mijn super neerzetten en dan gaan we alsnog scoren. Oké, gelukkig. 1-0, dan heb ik zo'n idee dat we dit potje wel gaan winnen. En ik heb ook mijn hypercharge. Maar dan wil ik eigenlijk eerst mijn super kunnen inzetten voordat ik mijn hypercharge ga inzetten. Dat zou wel fijn zijn. Oh, we kunnen hier al scoren. Nice, en dan hebben we het eerste potje gewonnen. Nou, niet het eerste potje, het eerste winpotje. We hebben natuurlijk hiervoor al een potje gespeeld. Maar op zich prima. 3 kills, 0 cadeau te gaan. Kijk, dat zijn de potjes die we hebben. Eerste starter op van deze video. Meteen episch.
En we krijgen er nog één, want dit was de dagelijkse startdrop die we kregen. En dit is de startdrop die we hebben gekregen uit de uitdaging. Maar ik ga lekker doorspelen. Ik laat een beetje de hoogtepunten zien. Want om elk potje te laten zien, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Dus, trouwens, het zijn ook maar 6 potjes, hè. Oh ja, maar ik speel ook nog op mijn free-to-play account. Dus in totaal speel ik wel 12 potjes. Minimaal. Dat is dan de 12 winpotjes. Dus misschien ben ik wel veel langer bezig omdat ik ook heel veel potjes ga verliezen. Zo zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Oké, ik heb hiervoor weer 2 potjes verloren. Dus we zijn ondertussen alweer eventjes bezig. Maar dit potje gaan we hopelijk wel winnen. En nu zeg ik dat en heb ik me super verspeeld. En doet die Angelo dat super slim door met zijn gadget weg te springen. Ik dacht, nou, die Angelo die pak ik eventjes. Dat viel dus even vies tegen. Oké, die hebben we nu wel. Dus dat scheelt. Dan kunnen we denk ik nu wel redelijk gaan pushen. Ik kan even kijken of ik mijn super kan krijgen. Ja hoor. Nice, oké, dit ziet er beter uit. Eindelijk weer een potje gewonnen. En dat betekent dat we nu win nummer 2 hebben op mijn hoofdaccount. Ja, het is niet eens dat ik ultra slecht speel met El Primo. Maar het is wel heel lastig spelen. En helemaal met randoms die vaak niet al te goed zijn, is dat gewoon wel wat pittiger spelen. Want ik ben niet de knokker die hier lekker geforceerd kan gaan spelen. Want ik krijg zoveel damage tegen. Maar nu hebben we wel een lekkere game. Want we zitten tegen een Frank en een andere El Primo. Nou, en een Leon, die is dan wel een beetje van afstand. Maar die andere Frank en El Primo, dat is natuurlijk wel chill om tegen te vechten. Dus daar ben ik op zich wel blij mee. Oké, hier is die Leon. Ik zal hem super weer even aanzetten. En... oh, daar had ik bijna weer mijn super. Maar wordt er nu gescoord? Ja, die 4v4 die scoorde alweer. Nice, dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval deze map gehaald. Want deze map was echt niet chill voor El Primo. Nog een epische star erop. Krijgen 200 coins uit. De volgende game krijgen we trouwens 2 star drops. Omdat we dan ook een extra dagelijkse erbij krijgen. Dus dat is wel chill. Maar dan gaan we nu even hierin spelen. En eens kijken of het nu iets beter gaat met El Primo. Moet haast wel. Want ik heb net de hele tijd gezegd dat deze map beter was. Dus als dat nu niet het geval is, dan zou dat wel een beetje slecht zijn. Oké, we hebben Nani, Dynamike en een Fang tegen ons. Vooral die Dynamike is irritant om tegen je te hebben. Nou, het is ondertussen al extra tijd. We zijn hier al een tijdje bezig. Ik heb mijn super, dus met een beetje mazzel kunnen we nu gaan scoren. Niet als die Tara natuurlijk alweer doodgaat, dus dat is balen. Maar misschien... oh, als ik nu die bal pak en daartussendoor schiet, dan kan ik scoren. Nice! Lekker! En dan hebben we dit potje toch nog gewonnen. Dat is mooi. Kijk dan, mijn teammates. Oi, 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 oi. Het was maar goed dat ze mij als teammate hadden als El Primo zijnde. Zeldzame starterop en natuurlijk nog de starterop van de uitdaging. Die blijft bij episch. Dan moeten we nog 2 potjes winnen en dan hebben we de uitdaging gehad op mijn hoofdaccount. En dan gaan we dan door naar mijn free-to-play account. Hoe lang ben ik trouwens nu bezig? Ik ben nu, ja, iets meer dan 12 minuten bezig al. Maar ik had daarvoor natuurlijk ook al een potje gedaan. Dus laten we zeggen dat we een keertje 13, 14 minuten nu bezig zijn met deze uitdaging. Oké, we staan ondertussen 1-1 in deze game. Dus dat is lekker. Dan moeten we nu alleen ervoor zorgen dat we nu eventjes door gaan pushen. En ervoor zorgen dat wij hier natuurlijk gaan winnen. Oké, die Miko is nu dood. Dus dat is chill. Geen idee wat die Rico daar van plan was. Op die manier ga je natuurlijk niet kunnen scoren. Oké, die Rosa, die moet ik nu eventjes zien te pakken. Gaat dat ook lukken? Ik weet in ieder geval de boel hieruit te verdedigen, dus dat is chill. Nou, ik mag hopen dat ze die stoel wel kunnen hebben. En oké, ze passen die bal zo bij Miko in de voeten. Maar dan hoop ik dat ik hier nu kan scoren. Dat zou mooi zijn, dat ik gewoon met mijn levens die ik nu heb erin kan lopen. En dat kan ik ook! En dat betekent dat we 2-1 hebben gewonnen. Op zich gaat het wel iets beter in deze map. We winnen iets makkelijker dan in die vorige map. Wat natuurlijk ook logisch is. Gewoon een zeldzame star erop. Nog 1 potje en dan hebben we de uitdaging gehaald. Oké, het staat op dit moment 1-1. Met een beetje mazzel kan ik hier nu heel lekker doorpushen. Dat zou mooi zijn. Ik heb in ieder geval mijn hypercharge. En als we die Dynamike nu ook killen, dan heb ik dat hele team te pakken. En dan kunnen we hier inderdaad scoren. Hoppa, en dan hebben we eindelijk de uitdaging gehaald. Veel te lang heeft dit geduurd. Dit was echt niet normaal. Maar wel nice dat we uiteindelijk hebben gewonnen. Ook weer mega veel damage gedaan. Maar ja, wel nice. We hebben de uitdaging gehaald op mijn hoofdaccount. Dat wou ik eventjes hebben. Dan hebben we in ieder geval een leuke reactie erbij. Dus die hebben we verzameld. En we hebben weer een starterop erbij. Niet mega veel mazzel gehad uit de starterops. Dus dat is wel jammer. Maar we hebben natuurlijk nog een free-to-play account waar we ook op kunnen gaan spelen. Dus daar gaan we nu even naartoe. Op mijn hoofdaccount was ik ongeveer 24 minuten bezig. Want ik had natuurlijk ook een extra potje gespeeld. Ik zal de timer nu even gaan aanzetten op mijn free-to-play account. Maar dan gaan we natuurlijk wel even de knokken selecteren waarbij je wel goed kan gaan spelen. Ik denk dat ik met Edgar wel ga spelen. Want dat is wel een chille knokker om heel snel heel aanvallend te kunnen gaan spelen. En dat is wel relaxed. En met deze gadget erbij dat je snel je super krijgt, gaan we gewoon even kijken of dit lukt. Met randoms is Edgar vaak wel chill. De timer loopt en dan gaan we eens kijken
kijken of wij nu binnen 10 minuten deze uitdaging kunnen halen. Met gewoon Edgar en Krokker, die ja, ook voor dichtbij is. Maar waarmee je wel bijvoorbeeld naar een Dynamite, Piper of Rico toe kan jumpen. Waardoor je ze net iets sneller kan killen. Oké, het eerste potje hebben we gewonnen. Dat kwam ook wel omdat Feng erg goed speelde. Maar dat is chill. Dan staan we in ieder geval meteen 1-0. Nog niet verloren op mijn free-to-play account. En dan gaan we eens kijken wat voor starter-ups we krijgen. We krijgen er 2. Een dagelijkse en 1 uit de uitdaging. En de eerste was zeldzaam en deze is super zeldzaam. Nou, alsnog al die coins die we eruit krijgen. Ik vind dat altijd wel chill meegenomen. Oké, misschien dat ik nu kan scoren. Het zou mooi zijn. Oh, heerlijke goal. Oké, top. Dan hebben we dit potje ook gewonnen. Dan gaan we natuurlijk snel door. We krijgen nu in ieder geval een starter-up erbij. En dit is gewoon een zeldzame. Dat was dan wel jammer. Gaan we nog door. Nog 1 potje. En daarna gaan we in de andere map spelen. Ik moet trouwens zeggen dat Edgar helemaal niet de beste knokker is hier zo. Ook met randoms niet. Je gaat best wel snel dood. Oh, helemaal als je tegen een Shelly moet. Moit is wel chill. Pam op zich ook wel prima. Shelly niet chill als Edgar zijn. Nee. Maar ja, we gaan wel gewoon ons best doen. En met een beetje mazzel gaat het ook wel gewoon hartstikke goed. Hè? Dat zou kunnen. Het voordeel is wel dat die Mortis zo snel hier volop op ons jumpt. Dat scheelt wel. We moeten hier even uitkijken. En dan zal ik hier even mijn super neerzetten. Dan gaan we hier even kijken of ik wat kan pushen. Ja, dat viel toch even tegen. Ik zie jullie zo meteen als we wat verder zijn in dit potje. En hopelijk hebben we deze dan wel gewonnen. Oké, dan moet ik eigenlijk nu even zorgen dat ik dit team uit kan moorden. En dan hebben wij hier makkelijk een win. Even zorgen dat we die mortis ook gaan hebben. Ja, dank u. En dan kan ik hier scoren. Top. Oké, dit potje ging vrij goed als Edgar zei. Volgens mij had ik best wel wat kills en damage gedaan. 9 kills en ook weer bijna 100.000 damage. Hoe dan ook, dit was potje nummer 3 die we hebben gewonnen. Dus dat betekent dat we weer een starter-up mogen openen. Hebben we nog 3 te gaan. En dan hebben we de uitdaging gehad. En ik denk dat Edgar in de map die we nu gaan spelen nog beter is. En dan ga ik nu richting die Dyna. En als we deze kunnen killen, dan gaan we wel scoren. Inderdaad. En dat betekent dat we dit potje ook hebben gewonnen. Hebben we de uitdaging dan al voltooid? Nee. Nog 1 potje hierna. Maar dit gaat echt zoveel beter als op mijn hoofd te koud. Dat is echt niet normaal. We zijn op dit moment 12 minuten bezig. Dus dat is echt bijna de helft van de tijd. Als we dit potje ook meteen winnen, dan zijn we echt bijna 2 keer zo snel klaar. Ja, wat een verschil. Oké, helaas hebben we het vorige potje niet gewonnen. Oh, wat doet die Amber? No way. Ai, 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 ai. Dat is altijd zo irritant als ze, zeg maar, teamgenoten op deze manier, zeg maar, een beetje cool proberen te doen. En dan het ook nog verpesten. En die Amber zit er nu ook niet meer achter. Oké, dit is echt helemaal shit. Dat potje hiervoor hadden we dus net verloren. Dus dat was balen. Nou, die heb ik ook niet laten zien. Maar ja, als je op deze manier hier ook gaat verliezen, dat zal echt heel shit zijn. Oké, we gaan even kijken of we hier misschien nog wat kills kunnen gaan maken. Ja, dat scheelt. En dan zal ik meteen op die Dynamite gaan. Dan hoop ik dat mijn teammate wel op die Willow kunnen knallen. En dat gaat ook goed. Dan hebben we hier alleen nog een kit. En dat denk ik dat we hier wel kunnen gaan scoren. Ja, inderdaad. Oké, gelukkig. Die stomme Amber net, jongen. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Oké, ik heb alweer mijn super. Dus dan ga ik gewoon meteen hier de jump maken. En dan gaan we eens kijken of we hier kunnen scoren. Dank u wel. Hatsé. Dan hebben we de uitdaging uiteindelijk wel gehaald. Dit potje ging nog redelijk snel. Dan zijn we binnen een kwartier klaar. Uiteindelijk niet 2 keer zo snel. Maar wel gewoon dikke prima. Edgar ook prima gespeeld. En dat betekent dat we nu de laatste starter op krijgen van deze video. En natuurlijk die reactie. Oh, meteen episch. Mythisch. Hebben we toch nog even iets goeds op het eind? Gaan we knokken krijgen? Nee, we krijgen een reactie voor Nani. Nou, in ieder geval een mythische starter op. Ik vind het helemaal mooi. Wil jullie bedanken voor het kijken. En heb ik dan zo'n mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken we uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doen hè!